Daily Minutes, nummer 1484, met een uitzending voor vandaag, 29 november 2018. Dit is het bulletin van donderdag. Let op, vandaag is er data die niet automatisch schakelt. Het is FSQ, net als een paar dagen geleden FSQ 6 bij 1500 Hz. FSQ 6 bij 1500 Hz. Het is een beetje een rare mode, dat FSQ. Het is een vorm van MFSK, net als Olivia en Contestia dat zijn, en MFSK 32 en andere varianten van MFSK. Alleen werkt het anders. FSQ heeft 32 draaggolven die telkens sprongsgewijs worden gebruikt. Daarbij heeft de afstand tussen twee opeenvolgende carriers een betekenis. De frequentie is niet absoluut, het werkt nog steeds bij enige misafstemming. Wat uitsluitend belangrijk is, is de afstand tussen de carriers onderling. Er wordt nooit een carrier twee maal achter elkaar gebruikt om te voorkomen dat bij multipadpropagatie, bij een verschillende vertraging tussen de paden, een karakter zichzelf kan storen doordat het twee keer met dezelfde tijdvertraging op dezelfde frequentie binnenkomt. Grappig is het effect als er meerdere keren hetzelfde teken achter elkaar wordt uitgezonden. In het voorbeeld van vandaag is dat een spatie. De frequentie zal dan geleidelijk aan steeds verder stijgen. FSQ is een van de meest storingvaste datamodulaties die er is. Het werkt tot 30 dB beter dan SSB. Dat wil zeggen 1 watt FSQ werkt even goed als 1000 watt SSB op dezelfde frequentie onder dezelfde omstandigheden. Ik heb vandaag in de uitzending verder een deel van geheime elektronica. En ik heb ook een verhaal dat ik vandaag geschreven heb. Mogelijk is dat het begin van een nieuwe serie. Dubbelspion George Blake. Kim Philby is een van de bekende spionnen, een dubbelspion. Veel minder bekend is een andere overloper van het Westen naar de Sovjets tijdens de Koude Oorlog, George Blake. Ondanks deze Engelse naam is Blake geboren in Nederland, in Rotterdam, als George Behar, zoon van een Nederlandse moeder en een Egyptisch-Joodse vader die echter de Britse nationaliteit had. Blake is vernoemd naar de Engelse koning George V. Albert Behar, Blake's vader, was in de Eerste Wereldoorlog hoog door de Fransen en de Britten onderscheiden in de strijd tegen het Ottomaanse Rijk. In 1936 overleed Albert Behar en de toen 13-jarige George werd daarom van Rotterdam naar familie in Cairo gestuurd om daar zijn opleiding aan een Engelse school af te maken. In Cairo ging Blake veel om met een neef van hem, Henri Curiel, die later een van de kopstukken van de Communistische Partij van Egypte werd. Blake gaf in latere jaren aan dat hij sterk was beïnvloed door het gedachtegoed van zijn neef. Blake kwam 3 jaar later weer naar Nederland, zodat hij enkele maanden later in 1940 tijdens de Duitse inval in Nederland verbleef. Hij nam vervolgens deel aan het verzet tegen de Duitsers als koerier met als schuilnaam Max de Vries. Aanvankelijk werd hij gevangen genomen, maar hij werd snel weer vrijgelaten omdat hij nog maar 17 was. In 1942, dus in de eerste helft van de oorlog, vluchtte Blake via Frankrijk en Spanje naar Engeland. Daar kwam hij na een korte periode als onderluitenant bij de Britse marine te werken bij de Secret Intelligence Service, SIS, ook bekend als MI6. Ook veranderde hij daar toen zijn achternaam naar Blake, iets wat in landen als de VS en de UK een stuk makkelijker gaat dan hier. In 1944 kwam Blake bij P8 te werken, de Nederlandse afdeling in die dagen van de SIS. Bij zijn komst naar Londen werd hij ook herenigd met zijn moeder en met zijn zussen die bij het begin van de oorlog naar de UK waren gevlucht. Het was zijn moeder die daar besloot de familienaam te veranderen van Behar naar Blake. In Engeland wilde Blake trouwen met een secretaresse van MI6, maar haar familie verbood haar het huwelijk vanwege de Joodse roots van Blake. Na de oorlog kwam Blake in 1946 te werken in Hamburg, waar hij de leiding kreeg over de verhoren van Duitse U-bootkapiteins. In 1947 studeerde Blake op verzoek van de Britse Navy een aantal talen, waaronder Russisch, op het Downing College in Cambridge, waar hij prominente medestudenten had, zoals de latere buitenlandanalist Michael McGuire. Blake werd vervolgens uitgestuurd naar een post in Seoul, Zuid-Korea, waar hij aankwam op 6 november 1948. Zijn dekmantel daar was dat hij vice-consul was. Zijn opdracht was echter om inlichtingen te vergaren over het communistische Noord-Korea en over het uiterste oosten van de Sovjet-Unie dat net boven Noord-Korea ligt. De oorlog in Korea brak vervolgens uit op 25 juni 1950 en Seoul werd al snel ingenomen door oprukkende communistische troepen uit het noorden, waarbij Blake gewoon op zijn post bleef. Nadat Groot-Brittannië aan de zijde van Zuid-Korea aan de oorlog ging meedoen, werden Blake en andere diplomaten door de Noord-Koreanen gevangen gezet.
Toen de zuidelijke troepen steeds verder terrein noordwaarts innamen, werden Blake en de anderen naar een noordelijker plek verplaatst. Eerst naar de hoofdstad Pyongyang en later naar de rivier de Yalu. Blake gruwde van de bombardementen op Noord-Korea en na tijdens zijn 3 jaar durende detentie lezen van de werken van Karl Marx en anderen, werd hij communist. Dit is deel 24 van de serie over geheime elektronica. Vandaag gaan we het hebben over tegenmaatregelen tegen als je gevolgd of afgeluisterd wordt en dan met name de technische tegenmaatregelen. In een professionele setting is dat een moeizaam proces. Werk wat ook nooit ophoudt, want een object dat je op het ene moment zeg maar afluistervrij hebt verklaard, dat kan in de nacht daarop door een inbreker voorzien worden van USB-sticks die achter op computersystemen worden geprikt waar microfoontjes in verborgen zijn of meer van dat soort fraais. Het is dus voor partijen die dat kunnen betalen een ononderbroken proces van systematisch zowel fysiek als elektronisch onderzoek doen aan het object. Mensen die dit werk doen moeten uiteraard experts zijn, maar ook mensen die betrouwbaar zijn. Want straks huur je personeel in en even zo vrolijk krijgen die van een andere partij nog een bedragje extra om hun afluisterapparatuur te ontzien of om die daar zelfs voor ze aan te brengen. Gezocht wordt naar kwetsbaarheden van het object, beveiligings- en veiligheidsrisico's en natuurlijk elektronische afluisterapparatuur. De meeste bugs die gebruikt worden maken gebruik van etherfrequenties. Of het nu om spraak gaat, om video of om data, het makkelijkst is om dit via de ether te versturen. En het heeft tenminste kans op ontdekking, want iedereen binnen een bepaalde afstand kan het signaal oppikken en er worden geen logfiles van bewaard. Over het algemeen worden hiervoor het onderzoek ontvangers gebruikt en dingen als gevoelige spectrumanalyzers. Ook hier weer is deskundig personeel nodig en er zijn ook flinke eisen aan de gebruikte apparatuur. Tussen de sweeps van een spectrumanalyzer bijvoorbeeld mag niet te veel tijdsduur zitten. De meest geavanceerde afluisterapparatuur verstuurt de gegevens in bursts of met spread spectrumtechniek of beide. Ook het tijdstip van een dergelijk onderzoek is belangrijk. Er moet bijvoorbeeld gekeken worden op momenten dat afluisteren zinvol is. Meestal dit tijdens de werkuren zijn. Moderne afluisterapparatuur, maar ook de apparaten zoals eerder beschreven met een passief element, staan alleen aan als ze gebruikt worden of werken met een timer alleen tijdens kantooruren. Om de kans op ontdekking zo klein mogelijk te houden en ook om het stroomgebruik te reduceren. Overigens is het ontdekken van apparatuur die via hoogfrequent werkt makkelijker dan apparatuur die dat niet doet. In deel 25 van deze serie gaan we daar wat verder op in. Daily Minutes zijn dagelijks vanaf ongeveer 1900 uur te beluisteren. De uitzending wordt een dag later om 10:30 ochtends herhaald. Alle mail is welkom op het adres x@xdv.me. Dat is ook te vinden rechts bovenaan de webpagina van de uitzendingen www.pa0ete.nl. De Daily Minutes toont iedere dag weer aan de hand van schokkende voorbeelden hoe een hobby mensenlevens kan veranderen. De internetfaciliteiten en studiohardware voor Daily Minutes worden gesponsord door 70MHzShop.nl. 70MHzShop.nl. En microfoon naar retour.